ijshockeyclub Ahout Devil staat met nog 7 wedstrijden te gaan. Derde in de Beneliga. Direct 1 punt achter de nummer 2. Dit weekend kan de club goede zaken doen in de wedstrijden tegen Dolphin Kemphane uit Eindhoven. De Devils heeft een grote stap gemaakt richting de Final Four door afgelopen weekend 6 punten te pakken. Bij winst dit weekend plaatsen de Nijmegenaren zich zeker voor de halve finale. Vrijdag ontvangen de Devils de Kemphane op eigen bodem om 19:30 in het Triavium. Ja, we hebben van 2 ploeg gewonnen wat eigenlijk directe concurrent van ons zijn. Grote stap gemaakt richting het Final Four weekend, dus over het Nederlands kampioenschap. Goede plaatsing voor het Beneliga kampioenschap. Dus ja, we hebben goede zaken gedaan, ja. Nee, ja, in het begin is het allemaal, je hebt veel nieuwe jongens gehad. Het is even inspelen in de ploeg, ja, het begint allemaal te lopen. De verwachtingen waren dat we de play-offs gingen halen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is geweest dat Nick de Jong en Wesley Hendricks bij ons in het team zijn gekomen gedurende het seizoen. Die heeft toch iets meer rust achterin gegeven bij onze defensie. En ja, ik denk dat we een mooi seizoen tegemoet gaan. Ja, we moeten gewoon 6 punten halen. Nogmaals, we spelen tegen Eindhoven. Dat is nog de enigste ploeg die ons eventueel nog in kan halen voor het Final Four weekend. Moet alles wel heel gek lopen. Alleen als we vrijdag winnen, dan is het 100% zeker dat we in het Final Four weekend staan. Dus ja, de wedstrijd is heel belangrijk.